De Kleetex is nu ruim 20 jaar uit het dagelijkse leven verdwenen. In het begin van de jaren 80 sloot de Klinkse textielfabriek definitief haar deuren. De fabrieksgebouwen staan nog als stille getuigen op het voormalige fabrieksterrein. Wandelend langs deze sombere gevels zal menige oud-werknemer terugdenken aan spinnerij, weverij, apret, de ploegendienst en de collega's. Het was een wereld op zich die zich afspeelde achter deze stenen façade. De Witte Weermoos was dat, hè? Nee. Richard Willard. Richard Willard. Was dat Richard? Richard. Dat was dat kanon van de Klink. Was dat kanon van de Klink? Ah, nee, het kanon dat was Piet Leegwater, hoor. Dat, nee, maar toen, hè? Want die was een plot tot en met. Daar was allemaal bang van. Ja. En toen Hulder en Acht tegen Acht speelde, daar staat er een Jan Kanon van Axel in. Zo'n kleintje was dat. Met een voorhoek. En die had het nog altijd over die mannen van de Klink, toen Hulder daar die beslissing werd moeten spelen had. Dat ze die van nieuw namen en de harten moest nou, zeggen ja, ze toen. Ja, ja, ja. En dat was toen al, en 19, kijk eens, ik was een ventje van 23 jaar, dat werd ik in Axel, ja. Daar was ik nog niet op de Klink, ja. op het parkeerplein, dat er nou is, het huidige. Ja. En dan zei die man, die vertelde dat toen tegen mij, over de Klink. En al die is dat allemaal, ik zei, dan ben ik later weer naar de Klink gekomen. Die shorts zijn overal bekend. En die staan overal bekend. Is overal bekend. Niet een goede voetballer. Ik ken hem niet. Nee. Maar daar heb je toen over gepraat, over ja. Dine van der Klink. Dat die erbij is. Die kost daar geld verdiend aan met voetbal. En zet je dan je schoenen maar goed aan, zei ze, ja. Want het was geen makkelijk. Nee. Klopt dat? Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Medio april 2002 viert de Klinkse voetbalvereniging CVV haar 75-jarig jubileum. In het begin van haar bestaan heette de club Iwero, ik worstel en reis op. De associatie met de Zeeuwse wapenspreuk Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven, ligt voor de hand. Zo eens gaan kijken, dan zet er nog mannen in. Gaan we eens kijken, hè? Lambrasjes. Ja, Lambrasjes en die moet eruit. Daar was het op, hè? Ja. Bij jou was het nog pan, hè? Bij jou was het pan. Ja. Pannen? Wat bedoel je daarmee? Van die ronde pannen. Ronde pan, waspan. Gewoon waspan. Kalon. Ja, lekker pannen worden. En dat was ook op deze plaats? Ja, ja, ja. Op dezelfde plekje. Ik heb die pannen ook nog geweten. Huh? Ja, dat zal wel. Maar hij heeft overstraten, die heeft dan... Dit gemerkt. Dit ding geslagen, die bakken. Iedereen moet een bal hebben. Ja. Iedereen moet een bal hebben dan. Tegenwoordig. Zijn je met 20 man, moet je met 20 man een bal hebben. Ja. En vroeger dan... Wat droog rondhoudt, hè? De vereniging is erg in de weer om allerlei activiteiten op touw te zetten. Zo heeft men met veel inzet van de leden en het bestuur een professionele tribune gebouwd. De club heeft goede contacten met de grotere voetbalclubs, zoals de Belgische toppers Lokeren, Mechelen en Beveren. Op de plek waar zich nu de voetbalkantine en de tennisvereniging bevinden, was vroeger de speeltuin van Marie. Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo bijzonder, afgezien dan van de vermaarde kabelbaan. In deze speeltuin, waar je letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zat, speelden zich typische grenstaferelen af. De speeltuin van Marie, met snoepwinkel en toepbiljart,
werd behalve door de Nederlandse kinderen ook druk bezocht door de Belgische jeugd. Dat leidde vaak tot een hoop ambras, die uiteindelijk uitliep op een fikse vechtpartij. Er was allemaal schommels. Ja. En zo'n web, zo'n grote web, waar mijn man of tien kwam. Ja, zijn haar, maar die had hij nog gemokt. Ja, ik heb Frans van Dam, heb dat gedaan. Ja, klopt. Daar weet ik nog van. Ja, en dan is later door een moeilijk gekomen, dat is naar het dorp gestaan. Ja, dat klopt. Ja. Pas was in de Klaus, had ze dat gekocht. Ja. En dan die was dat. En die kabelbaan. En die kabelbaan, ja. De kabelbaan, ja. 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 Halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw speelde carnaval zich af in de cafés. In die periode bezat het dorp maar liefst 48 cafés. Eind jaren 60 werd een raad van 11 geformeerd met Eugène Bol als prins carnaval. De naam de Kriekenputters, zoals vanaf dat moment de carnavalsvereniging gedoopt werd, is afkomstig van het ten noordoosten van Klingen gelegen moerasgebied, de Kriekenputten. Op deze zaterdag, de 21ste oktober anno 2000, viert de vereniging haar 33 en 1 derde jarig jubileum. Het roemruchte limonadebal heeft vaak bij de oudere schoolkinderen de eerste amoureuze ervaringen opgeleverd. Staan jij in een heel grote kring met z'n allen en onze stand doen naar voren en naar achter. En dan stond er een jongen of een meisje in de kring en die moest staan een jongen of een meisje. Drie kussen geven. Ja. Of een lange. Of een lange, ja. 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 Dat was heel spannend. En als je dan iemand al zag komen van, oh nee, die niet meer, dan ging je eruit. Ging je wel. En hoor, leuk, leuk. Wat is dat allemaal, hè? Ja, dat kun je het zien, ja. Kom maar naar door. Ja, ik weet ook wel dat wij vroeger altijd ook op de staren gingen spelen. En ja, in het begin was dat eigenlijk wel heel, ja, een beetje kinderachtig en nadien werd het eigenlijk allemaal serieuzer, want daar gingen we ook al check open en proberen om check te draaien en zo. En dan ja, dat ging het maar beter en beter. En ja, dan kochten we wel eens menthol sigaretten en zo. Dat vonden we eigenlijk wel heel geweldig. In de bosrijke omgeving van het Klinkse wandelgebied ligt op het terrein van de Sterren een kinderboerderij. Ze heet de Kantenkleerhoeve. Deze naam, afkomstig uit Van den Vos Reinaarde, is vernoemd naar Kantenkleer de Haan. Deze hoeve is niet zomaar een kinderboerderij. Het is de favoriete ontmoetingsplaats voor mensen met jonge kinderen uit het dorp en de plaats waar de bewoners uit de Sterren met hun ouders, familie, verzorgers en vrienden veel vrije tijd doorbrengen. De komst van zwakzinnige instelling Huizen de Sterren in 1974 bracht een grote groep van ongeveer 250 nieuwkomers in Klingen. Er ontstond ook een heel andere tak van werkgelegenheid in het dorp. De integratie van de nieuwe bewoners in de dorpsgemeenschap was voor de leiding van het tehuis een van de belangrijkste doelstellingen. Om dat te realiseren werd het terrein van de Sterren voor het publiek toegankelijk gemaakt. Door het van oudsher introverte karakter van het dorp was het integratieproject geen eenvoudige opgave. Toch bleek al snel dat de inwoners van het dorp de nieuwelingen begonnen te accepteren. Anno 2000 is de Sterren opgegaan in de nieuwe stichting De Tragel, die vele vormen van zorg aan geestelijk gehandicapten biedt. Wie over het terrein van de Sterren wandelt, zal hier en daar een aantal vreemde afbeeldingen op stenen tegenkomen. Het zijn sculpturen van bekende dieren uit het middeleeuwse epos Van den Vos Reinaarde.
dat zich deels in deze omgeving moet hebben afgespeeld. Langs het terrein van de sterren is het wandelgebied Opperstraat makkelijk te bereiken. Dit gebied ten oosten van het dorp straalt nog steeds natuurlijkheid en rust uit. Het ligt ver weg van het verkeerslawaai. De Opperstraat is een van de oudste wegen van Zeeuws-Vlaanderen. Vertrekkend vanuit het zeekleigebied aan de noordzijde van de Blomweg passeert de wandelaar een verscheidenheid aan landschappelijke milieus. Akkers, naaldbossen, weiden, loofbossen en plassen. Tot de 70er jaren was op deze groene plek nauwelijks sprake van natuur. De voormalige vuilnisbelt van Klingen. Wie in zijn herinnering duikt, kan waarschijnlijk nog de geur ruiken van iets dat er vroeger altijd te roken of te branden lag. Aangekomen bij de Nederlands-Belgische grenspaal bevindt de wandelaar zich al enige tijd op de zandgronden. Hoewel er nergens bergen te bekennen zijn, heet deze plas de Witte Bergen. Omstreeks 1960 heeft men hier zand gewonnen. Daardoor ontstond in het afgegraven gedeelte door het opwellende grondwater een meer. De voorraden uitgegraven witzand, die als heuvels in het agrarische landschap verrezen, werden gedoopt met de toepasselijke naam de Witte Bergen. We lopen ten zuiden van de Witte Bergen langs het bos met de Blommengrond in de richting van de dijk die de scheiding vormt tussen de Klingen en de Groot Kieldrechtpolder. Daar hebben we een prachtig uitzicht op het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap. De koeltorens van kerncentrale Doel in België verheffen zich dreigend boven het Zeeuws-Vlaamse landschap. Rechts is de Trageldijk te zien, die in opdracht van de Spanjaarden door mensen uit Kieldrecht werd aangelegd om het achterland beter tegen militaire inundaties te beschermen. Sinds 1664 vormde deze dijk de natuurlijke afscheiding tussen Nederland en België. Net zoals bij het ontstaan van de 60 voet behoorde ook het gebied van de Weelkes tot de polders die tijdens de 80-jarige oorlog ter verdediging onder water werden gezet. De Kolkplas of Wiel, die uit deze inundatie achterbleef, werd verbasterd tot Weelkes. Het water in de plassen is zoet, iets wat in Zeeuws-Vlaanderen niet veel voorkomt. Op de voedselarme zandbodem langs de oevers groeien zeldzame planten, zoals moerashertshooi, ondergedoken moerasscherm en dwergbies. Vroeger was de kleine Weelkes bij uitstek een plaats om te zwemmen. Het strandje werd door vele gezinnen bezocht. Feitelijk waren er twee strandjes. Eén aan de Hollandse kant en één op het Belgische gedeelte. Deze scheiding werd door Hollanders en Belgen strikt gerespecteerd.